Henri slikt en bijt op zijn tanden als de bode de hofstee verlaat. Hij kijkt naar de brief in zijn handen, een tekst waar hij niets van verstaat. Maar de veldwachter had het gelezen met een droevige trek om de mond. Zij hebben uw naam aangewezen, ze hebben u nodig aan het front. Henri ligt verdoofd tussen scherven in het puin van de forten van Luik. Naast hem ligt zijn makker te sterven met een splinterschrapnel in zijn buik. Met wat vodden de snee afgebonden, met jenever de pijn wat verdooft. Maar veel erger dan dit gaapt de wonde die de angst aanricht diep in zijn hoofd. Na een paar maand wat krachten herwonnen, stapt Henri bevend naar de tranchées. Het gedaver van 1000 kanonnen verlamt elke spier, elke pees. Hij krijgt geen voet meer voor de ander, als een egel krimpt hij in elkaar. De sergeant is plotseling veranderd in een duivelse woeste barbaar. Oostvleteren is wakker geworden, in een lentenevel gehuld. Henri Rijns moest het toonbeeld gaan worden, dat geen vaandelvlucht meer wordt geduld. 12 makkers hebben toen geschoten, door hun oversten daartoe verplicht. Maar de meesten met hun ogen gesloten, hebben gevuurd, maar de loopfout gericht. Wel vrienden, wie is hier de lafaard? Een majoor in zijn metten verkrampt. Of die sukkel die met angst in zijn hoofd waart, door helse demonen verlamd. Henri, je moet weten dat later de roep om begrip werd verhoord. Dat men afstapte van de dictaten, dat je niet voor niets werd vermoord. Ai, la, 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 la.